Afgelopen maandag was ik bij het Amsterdam Business Forum. Amsterdam Business Forum 22, want volgend jaar komt het weer. Georganiseerd door Denkproducties. Ik mocht er de hele dag bij zijn. Dat vond ik superleuk. Daar waren kick-ass sprekers. En een aantal highlights daarvan wil ik heel graag met jullie delen. Nou, we hadden een hele trits aan sprekers. Een paar hebben me wel weer aan het denken gezet. We beginnen met Amy Edmondson over Fearless Organizations. Toen ik net mijn rijbewijs had, als je dan naast me zat in de auto en je zei iets over kijk links, kijk rechts of je rende mee, nou, dan werd ik gillend gek of ik niet kon rijden, zeg. Inmiddels is dat veranderd en als ik samen met iemand, hè, mijn gezin, in de auto zit, dan is het wel handig als Minne, die naast me zit, roept pas op, kijk uit, er komt er eentje van rechts. Je moet er toch potverdrie dubbeltjes niet aan denken dat zij die auto wel ziet die ik niet zag. Maar om de een of andere reden denk ik, nou, Niels heeft een beetje lange tenen, daar moet ik maar niet op trappen, weet je wat, ik zeg het niet. En dat hij er dan volop gaat. Met andere woorden, dit is eigenlijk wat Amy Edmondson volgens mij in haar talk vertelt. Als jij het binnen jouw team niet voor elkaar krijgt om het zo veilig te maken voor mensen om te zeggen wat zij zien, dan creëer je per definitie je eigen falen. Dat is wel interessant om over na te denken. Met andere woorden, ben jij de chauffeur waarvan degene die ernaast zit mag zeggen kijk uit, er komt een auto aan? Of ben jij degene die stilte afdwingt? Dat vond ik wel een wijze les van Amy Edmondson. More speakers will follow.